Ik ben Casper. Het is inmiddels al 4 jaar geleden dat ik de opleiding tot radiodiagnostisch laborant bij Amsterdam UMC heb afgerond. Als radiodiagnostisch laborant maak je het onzichtbare in de mens zichtbaar en assisteer je bij radiologische onderzoeken en behandelingen. Van het maken van reguliere röntgenfoto's van botbreuken tot het opsporen van inwendige bloedingen op de spoedeisende hulp met een CT-scan tijdens een groot trauma. Een hele diverse functie dus. Mijn naam is Elisa en ik zit momenteel in het tweede jaar van de opleiding. De opleiding bestaat uit school- en praktijkweken die elkaar afwisselen. Je begint als leerling met het maken van röntgenfoto's. Als je dat eenmaal onder de knie hebt, ga je weer verder met andere onderdelen. Wat mij direct aansprak is de combinatie van techniek en patiëntencontact. Een onderzoek is soms best spannend, maar in deze functie kun je patiënten echt op hun gemak stellen. Daarnaast werk je met de meest geavanceerde technieken en apparaten en bent daardoor eigenlijk nooit uitgeleerd. Het vraagt vaak ook veel creativiteit hoe je iets het best in beeld kunt brengen. De combinatie van werken en leren is leuk, omdat je direct in de praktijk kan brengen wat je leert op school. Je bent onderdeel van het team en geen dag is hetzelfde.